Welcome back to Food, Fashion, Travel, guys. Like this video, subscribe and comment. Welkom terug mensen bij een nieuwe vlog. Mijn zusjes, ik zou een dag hiervoor de vlog posten. Helaas kwam ik heel laat thuis en ik had een hele drukke dag. In deze video gaan we toeren in een van de rijkste buurten in Suriname. Je gaat het zien. Ik was er met een chauffeur die alle buurten kent. En wat meer uitleg geef in de video's. Ik praat niet heel veel om jullie uitleg te geven, maar ik wil dat jullie gewoon genieten van de beelden. Ik vond het zelf interessant om te zien als ik bijvoorbeeld naar Sunny Point ga of Rangu en naar dit soort buurten ga, zie je echt het groot verschil tussen arm en rijk in Suriname, wat elk land wel heeft. Je hebt altijd wel de minder welgestelde en de allerrijkste middelklasse. Dat heeft elk land wel, maar ik vond het interessant om het van mijn eigen land te zien. En het is ook leuk om te laten zien dat Suriname degelijk hele mooie woningen hebben. Degelijk hele mooie buurten heeft en wijken. En dat het niet alleen in het buitenland zo is. Zo, geniet jullie van deze video. De pinautomaat had me pinpas ingeslikt. En dat heel verhaal, je moet deze video bekijken hoe het is afgelopen. Uiteindelijk heb ik meer dan een uur gewacht bij de Surinaamse bank hoofdkantoor. En daarna werd ik weer weggestuurd. En kijk gewoon die vlog, geniet ervan. Dit is meer een leuke video, zodat je Suriname lekker kan zien. Lekker de beelden, van de beelden kan genieten. En veel kijkplezier, ciao. Goedemorgen mensen. Heerlijk. Het is over 6. Ik ben al sinds. Heerlijk. Ik ben al sinds. Het is mijn 4 uur 's nachts wakker. Ik laat mijn outfit niet zien hoor, want ik heb echt een billenshirt aan en een topje. En het wordt tof om dat te laten zien op YouTube. Maar ik vind het heerlijk om altijd heel vroeg op te staan. Daarom hou ik van het binnenland. Ik moet binnenkort naar het binnenland. Ik hou ervan om vroeg op te staan. De geluiden te horen van de vogels en zo. En gewoon de zon zien opgaan. Ja. Good morning Suriname. Good morning. Mensen, ik ben gewoon spontaan met. Ik ben van start begonnen met filmen. Ik ben net langs Wakapassi gereden. Is Palmentuin natuurlijk. Ik moest een doos halen bij Pico Luchtpost. En nu moet ik even naar de bank om iets te vragen. En dan weet ik niet wat ik ga doen voor de rest van de dag. Ik wil even iets regelen om buiten de stad te zijn deze week. Ik ben de stad een beetje zat. In Suriname. En ja. Nou mensen, na meer dan een uur te hebben gewacht bij de Surinaamse bank werd ik geholpen. Ik ga jullie nog vertellen wat er aan de hand was een andere keer. Ik heb hoofdpijn, ik heb honger, ik ben moe. Ik weet niet wat ik. Overal is een rij in Suriname. Alles wat je gaat doen, je gaat in de rij staan. Dus ik ga nu terug naar huis. Ik zal mijn nagels gaan doen. Ga ik afzeggen. Ga ik een andere keer. Vandaag is het echt niet. Dat is prima hoor. Ja, is goed. Wat zeg je? Ja, is goed. Dankjewel. KFC in Suriname is echt lekker. En het gaat weer hard regenen. Je zei dat we mooi weer zouden hebben deze week. De wind waait ook heel hard. Maar wel goede timing, want ik ben bijna thuis. Ik weet niet wat voor vrucht dit is hoor. Ik ga het alvast hier neerzetten. Op het balkon.
ga even een taxi zoeken om het pasje te halen bij de Surinaamse bank, zodat ik weer kan pinnen. Ik moet even de vel op buiten zetten. Nou mensen, ik sta hier buiten. Ik bel die nummers 1690, 1660, 1680. Soms wordt er niet opgenomen. Dus soms sta ik gewoon hier totdat een taxi langskomt en stop ik die gewoon. Ik moet even naar DSB Bank waar het rijdt. Oké mensen, ik heb eindelijk mijn pinpas weer terug. En in Suriname, ze houden van kopies maken van dingen. Ik moet kopie maken van je paspoort, kopie maken van je idee. Maar ik ben blij dat ik mijn pinpas weer heb. En nu naar huis, mensen. Hoe heet het hier? Welke buurt is dit? Precies. Oh. People with money. Ik wil ook een rijke familie worden. Oh, is een Braziliaan. Nee, ik dacht dat het alleen dat stuk. Dus het gaat helemaal hier door, dat huis. Ja. Wauw. Een blok. Wauw. Lieve mensen, er zijn rijke mensen in Suriname, hè? Hele mooie huizen. Dit soort huizen zullen echt niet onder een miljoen zijn. Zeker niet. Heel mooi. Percela, je kost 350.000. 350.000 euro of in dollar zeker. Want iedereen wil vreemde valuta in dit land. We hebben ministers als centrale bank. Mensen van de centrale bank. Goed schalk, denk ik. Goed schalk. Albert Einsteinstraat. Oh, hier staat een bordhuis te koop. Oh, heb je het gezien? Nee, een bord. Ik ga voor de grap vragen. Hoeveel kost hier een huis? Mevrouw, dat kunt u niet betalen. Kijk hier weer hier een bord. Pasteurstraat. Soms denken ze niet echt na over de straatnamen, hè, hier. Ja. Albert Einsteinstraat. Goed schalen. Ja. Echt heel mooi, hè, mensen. En heel mooi schoon ook. En als je een... Ik moest een keer langs. Ik moest daar niet zijn, maar ik moest er tussendoor rijden. Ja. Rango en Latour. Dus als je vanuit je eigen buurt naar zulke buurten gaat, dan schrik je echt van wow. Van, ja. Dit is echt Suriname. Wie is dat precies? Iemand die was minister van UBS. Wauw, het is echt hele mooie. Ik heb nog geen lelijk huis gezien. Wat mooi. Hier zou ik wel naar Suriname verhuizen, hiervoor. Deze buurt loopt onder water, hè? Oh, echt? Ai, zo. Dan ga alleen een beetje oosten daar zien. Oh. Ik moet een stoep hebben gemaakt naar boven. Mooi, maar het loopt onder water. Dat zegt wat. Dan kunnen ze niks doen. Kijk, okay, ik ben naar het toilet gekomen bij de Warung op Blauwgrond. Kijk wat is dat. Behandel me netjes alsjeblieft. Doe niet als een... Deze winkel. Gersvleit. Wat is het? NDP. Is dat een hoofdkwartier? Nee. Hoofdkwartier is een bijna meester.
raar. Ik heb geen idee waar ik ben op dit moment. Bonnestraat, we zijn op Bonnestraat. Ah, Bonnestraat. Nee, Bonnestraat. Op Bonnestraat. Gedeeltelijk toen ik in Suriname woonde. Heb je alle klassen van de Milo geëstudeerd? Nee, eerste Milo en de rest van de middelbare school in Nederland. Oh. Ja. Hoe heb je niet lang op de Milo school gezien, de rest van de school? Nee, ik heb Milo geëstudeerd. Niet eens meer waar die school is. Ik weet niet, ik weet wel hoe je er naartoe, als ik moest lopen, zou ik het wel weten. Maar vanaf hier zou ik niet kunnen uitleggen waar. Oh, hier kom ik mijn pakket halen bij Pico. Ja, we moeten rechtdoor. Rechtdoor, oké. Ja, maar niet. We gaan bijna langs dat huis hoor, straks. Kijk wat straat. Arabi. Arabistraat. Niet hier? Iets verder op. Een van die huizen hier. Die gele, deze. Welkom? Oh, je bent yeah, op deze? Ja, yeah, daar. Wow. Ze wonen nog steeds daar. Dat de huizen ook helemaal onderlopen. 30 centimeter hoog. Het is nog steeds Poëziestraat. Ja, Poëziestraat helemaal in. Morgenstand. Ja. Als het ergens onder water loopt, dan heb je echt een probleem. Want het regent. Wanneer het regent in Suriname. Ik een terreinauto af. Of wat op een persoon zien. Als je grote regentijd hebt, ja, want het regent dan dagelijks. Soms regent het 3 dagen, 4 dagen. Ach, lang. Ja. En ja, ik zie echt regentijd. Dat was hier toch, man. Niemand let meer op deze weer. Poëziestraat is de bekendste straat van Morgenstand. Ja, oké. Sabakostraat. Ik heb begrepen dat er woningtekort is. Ja, er is een hele grote woningtekort. Als je geld wil verdienen, moet je een appartement maken. Surinamers in Suriname moeten dan in vreemde valuta de huur betalen. Neem ik geen problemen zijn meestal Surinamers die aan de Franse kant wonen of in het binnenland. Aan het wonen, door ah. Door de recessie, je weet. Oh ja, dan kan je het makkelijk betalen. Dat is voor Surinamers. Ik vond iemand gewoon van Tamerika die heeft naar een appartement. Ah, ja. Je hebt ook appartementen die je in SRI kan betalen. Betalen, oké. Okay. Hoe betaal je daar wat bij dan? Amerikaanse ambassade. Oké. Groot en mooi. Ik heb nog nooit zo'n ambassade gezien. In Zuid-Afrika zitten allemaal meestal in 1 straat in Pretoria. Ja. Meer kleinere gebouw, maar dit. Dat wil zeggen dat Suriname echt een goede band heeft met Amerika. Een goede band. We hebben een veel betere band met Nederland. Met Nederland. Toucan, is het een project of? Nee, het is een appartement residence. Oh, Toucan residence. Het zou wel duur zijn. Ik denk vanaf 60 euro kan je wel. 60 euro is wel veel. Dat zijn voor mensen die maar 2 weekjes in Suriname blijven, weet je wel. Als je echt lang verblijft, 60 euro is te veel. Mooi hier worden.
dus een nieuw appartement halen. Ja, maar zijn er lange reizen, duren, man. Oh, wel mooi. Waarom jullie geen reis naar Europa dan? Dus ik heb mijn salto hier, het is echt heet. Ik wil ergens zo gaan zitten. We zijn even bij een winkel gestopt voor drinken. Ik heb gevraagd voor fruiten en een fles water. Want als ik mijn zout heb gegeten, wil ik eerst water drinken voordat ik zoetigheid drink. Om het zo uit te leggen. Dit weekend wil ik krabbel klaarmaken en recept met jullie delen. Ik ben thuis nu. Ik ga lekker mijn zout eten. We hebben geruime tijd een hond gereden. Dus ik wil niet dat het te koud is. Want ik wil het gewoon zo gelijk eten. Dit smaakt niet eens naar een salto. Het smaakt naar gewoon water met zout. Geen smaak, geen niks. Maar je gaat opmaken, want er is geld voor betaald. Maar nee, ik kan liever zelf salto thuis maken. Dus volgende keer gaan we het lekker thuis maken. En ik ga het recept weer met jullie delen. Want ik had al eerder salto soep met jullie gedeeld op mijn YouTube kanaal. Dit is het einde van deze vlog. Drop een rood haartje. Want vorige keer konden mensen het groen haartje niet vinden. Als je hebt gekeken van begin tot eind. Drop een rood haartje. Love. Dank jullie wel voor het liken van de video's. Ik waardeer het heel erg. Jullie kennen me. Ik bedank jullie altijd. Voor de steun, de likes, het bekijken, de reacties. Ik stel het heel erg op. Prijs dat jullie de tijd nemen om reacties achter te laten. Alle liefde naar jullie toe. Ik hou van jullie. En tot de volgende keer bij de volgende vlog. Die komt zeker morgen. Ik ga beter plannen om dagelijks vlogs voor jullie te droppen. Want ik ga naar verschillende buurten in Suriname vandaag. Niet in deze vlog. Vandaag ga ik naar... Waar ga ik ook alweer? Richting Toetlivoweg daar ergens. In die buurten daar. Ik ga proberen om wat meer te filmen in deze buurt. Zodat je ook andere kanten van Suriname ziet en geniet. Ciao!